We zien hier onder andere Serge Lortreven die aan zijn loopnummer gaat beginnen in zijn Belgische nationale uitrusting. En ook Koen Janssens voor het Go Like Hell team begonnen aan die 21 kilometer lopen. Al een stuk opgeschoten tijdens die 21 kilometer lopen is Marino van Hoenacker nog steeds aan de leiding met een comfortabele voorsprong. 5 minuten 42. Het verschil blijft nagenoeg gelijk. Andrew Jones weer geen seconde vanaf de pit. Serker verliest nog een paar seconden op de bink uit de Brugge. Maar Marino van Hoenacker is dus op weg naar een overwinning. Zijn tweede Ironman-titel van het jaar. Na die volledige Ironman goed afgewerkt hebben in Klagenvoort. Dat heet goed. Dat is een beetje een understatement voor de knalprestatie die daar vooral de fiets neerzetten. Hier kijken we nog even naar Koen Weitz, een van die vele Go Like Hell atleten hier die aan het lopen begint.